Vastgepakt hier. Are you absolutely sure you put it the right thing? Oh shit, ik weet niet meer wat we hiermee moesten. Het is erg vroeg. Het is 3:30 ongeveer. En we zijn op weg naar, naar de luchthaven. En het is, ik dacht Schiphol, maar we gaan naar Eindhoven. Dat is al de eerste verrassing. Oké, ik zie dus oprecht, mijn portemonnee is gewoon niet in mijn tas. Ik ben gewoon, nou, er moet maar we gaan onderhouden deze dagen, denk ik. Ik denk nog steeds dat de kans groot is dat we in een land als Denemarken of Zweden of Finland of zo terechtkomen. Het is allemaal zo onduidelijk. Ik weet niet waar ik heen ga. En ik kan er niet tegen als ik niet weet precies wat er gaat gebeuren. En ik zou met René gaan, maar die heb ik ook nog niet gezien. De kroon is ook een munteenheid. Dus ik dacht, volgens mij is dat in Tsjechië, in Denemarken. In Scandinavië eigenlijk gewoon. Zo, kijk of het er al is. We zijn aangekomen en ik ga Thomas even zoeken. Ik ga even mijn kroontje opzetten. 'S Avonds een prinses, 's ochtends een prinses, zeg ik dan. En Reneetje moet hier ook ergens lopen, dus ik ga er gewoon even zoeken. Hoe is het? Hey, goed bij jou. Je hebt je kroontje op. Je bent helemaal rise and shine. Ik moet ook mijn kroontje hebben. Wacht even. Oh, je hebt ook een kroontje meegenomen. Nou, dit is wat ik kon vinden. Oh, kapot. Gaat heel goed. Ja, wacht. Hier zo. Ja, nou is dat goed. Ik ga op reis samen met Thomas Cox. En dat vind ik echt gek. En wat krijg je dan als je meegaat? Hier ligt de paklijst. Er zit de paklijst. Wat ik allemaal mee moet nemen na mijn reis. Lieve Wanderer. Gaaf dat jij met ons op reis durft. Hoewel jij nog niet weet waar we heen gaan, laten we je niet helemaal onvoorbereid vertrekken. Op deze paklijst vind je alles wat je mee moet nemen. Zorg ervoor dat je niks vergeet. Dan zorgen wij ervoor dat dit een onvergetelijke reis gaat worden. Oh, ik vind het zo spannend. Wat moet ik meenemen? Sportieve kleding. Oh yes, we gaan sporten. Bier. Oh yes, we gaan bier drinken. Het gaat de goede kant op. Kroon? Een kroon? Waar haal je dan weer een kroon vandaan? Lange kleding, zaklamp, winddichtjek, zwemkleding, handdoek, zonnebril, ID-kaart en paspoort. Kroon is denk ik hier de hint, maar bij welk land hoort een kroon? Ik moest nog even de stad in, want ik moest nog sportkleding hebben. Maar wat ik ook nog nodig heb is dus een kroontje en bier. Nou, bier kom ik wel tegen, maar een kroon, waar koop je dat? Het is nog nergens te koop. Het is eigenlijk niet echt een kroon, maar ik vind wel dat het er mee door kan. Telt dit? Oh. Je bent echt in een marsmannetje met dat ding. Serieus. Ik heb, wat is er mis met mijn kroontje? Een kroontje. Goedemorgen. Verrassing. Hey. Oh, hebben jullie zin om op reis te gaan? Ja, natuurlijk. En het is nog een verrassing. Hebben jullie enig idee waar je heen staat? We dachten een beetje richting boven de Scandinavische kant. Jullie zitten wel in de buurt. Jullie vliegen straks met Transavia naar Denemarken. Yes! Oh, yes! Oh. Ja, die hebben we het goed. Oh, mijn kroontje. Oh, gelukkig. Oh, tof. Oh, wat leuk. Fijn dat jullie het leuk vinden. Ja. Dan mogen jullie me straks op en dan ga ik jullie inchecken. Ja. Oh, ik vind het heel leuk. Hey. We moesten dus biertjes meenemen. Maar ik heb een biertje in mijn handbagage gestopt, omdat als ik het in mijn koffer stop, zoals jij, een knappe zee, het vliegtuig, en dan heb je straks alleen maar bier overal. Dus ik dacht, ik stop ze in mijn handbagage, maar dan mag je ze niet meenemen. Dus we moeten ze of even opdrinken, ja, of weggooien. Gewoon één klap. Dag heren, welkom op de luchthaven van Kopenhagen. Zijn we! Ja. Nou, ik zie de zon schijnen. Team zangles. Dus ik heb mijn zonnebril op. Sowieso. En het lijkt een beetje alsof we gewoon geland zijn in Amsterdam. We zijn terug in Nederland. Ja, het is een beetje dezelfde structuur en georganiseerdheid. Zo, kijk eens. We hebben weer een envelopje. Welkom in Denemarken. Jullie waren al vroeg op en lusten vast wel iets te eten. Jullie beginnen de eerste dag met het verkennen van de Deense keuken. Vergeet je roggebrood niet. Toch roggebrood? Ja, toch, hè? Wel. Oh nee, knekkenbrood, dat is die andere. Knekkenbrood. Dat is dus echt Deens. Ik heb wel honger. Ik weet echt niet wat de rest van Denemarken in de keuken allemaal doet. Verkennen van de Deense keuken. De Deense gehaktballetjes.
Zweedse gehaktballetjes. Oh. Nou, let's go. Moeten we in deze auto dan ook? Ja. Denk ik wel. Het zit echt lijken op Nederland. Ja, doe eens even je beste dates. Ik denk dat ze van dronken Duits is. Dus, Duits, hè? Good zaak. Lekker Good zaak. Lekker brrrr. Wie gay? Oh, hier. Ja, dat water is ook. Ja, en die Duits. Een heel oud gebouw. Daar heb ik maar een beetje oud gedeelte. Paleis staan en dan voor in de voortuin van het paleis draven allemaal paardjes. Dit is gewoon echt nog gewoon oudheid wat je hier ziet. Wat hier rechts moet het zijn? Ja, daar zijn Deense vlaggetjes. En ik denk ook dat dit er iets uit heeft. Hey! Om de lokale bevolking beter te leren kennen, krijgen jullie gelijk een Wonder Local Challenge van iemand uit de crowd. Deze keer komt hij van Indy. Sumo di Harojo. Succes toch? Maak een typische maaltijd klaar voor de locals. De chef bepaalt de winnaar. Doe je best, want de verliezer moet afwassen. Kijk, en als het over koken gaat, dan hebben we het ook over vrouwen, want die kunnen dat goed. Ja, vrouwen moeten de keuken in. Nee, dat is en mannen de afwas. Oh, gezellig. Oh, Nis hier. Hallo. Hallo. Hello. And welcome. Hey, hi, my Thomas. Name is Stella. Hi. I'm gonna show you a Danish dish. And you're gonna do it after me. Then you compare to each other. And then we will decide who's winning. Really? Yeah. I hope you win. Thank you. Woman power, eh? It's Danish. It's Danish, right? Yeah. Woman power. Dit is meteen op de tijd. I will prepare. Yeah, I don't believe you. Yeah, so you have now entered the kitchen. This is where the competition will be. So I will make one dish and you shall make it after me. Yes. There you go. Thank you. So your clothes don't get messy. Goedemiddag, we hebben vastgepakt hier vandaag. Wel lief maken. Some bad bread. Some lettuce. Then I will take roast beef. Then we will take our fried onions. Then we will take some horseradish. So, if you're taking a good look at that dish, you're gonna make exactly the same dish as I did. So, if you're leaving the kitchen, I will get you back and then you can start. Okay. Is that good? We're gonna do it. Good luck. Okay, we moeten even uit de keuken. Want ik kan zij ons een beetje gaan in de war, confusen. Ja, er zitten allemaal andere ingrediënten nu die helemaal niet bij horen. Ja. Dan gaan we hem namaken. We gaan even uit, dan kun jij zo eens beginnen. Dan ga ik eerst nog eventjes... Smeurenbrood. So let's see if they will take the right ingredients. Thomas, we are ready for you. We're ready to see your lovely. First things first, you have to always wash your hands. Perfect. Are you ready? I'm ready. Then start. Het begon allemaal met een blaadje sla. Een blaadje sla is de basis van een gezonde maaltijd. Dit is om af te leiden. Deze hebben de rosbief. Deze kwak erop. Are you absolutely sure you put it the right thing? Yes, I am. Are you sure I put it like that? Maybe. Maybe? Small detail. Okay, yeah. Oh, dit gaat een hele broodje. De hele smurderbrut die was ik gewoon vergeten neer te leggen. Het maakt niet uit. So, one, no. That's 10, 9, 8, are you ready? 7, 6, 5. I'm ready. Oh, perfect, then I will say this looks... terrible. You said it, but nice job. Yes, thank you. Ze heeft me goed in de maling genomen volgens mij, want ze heeft allerlei andere ingrediënten neergezet. Ze probeerde me ook de hele tijd te vertellen dat ik het verkeerd deed. Maar volgens mij heb ik wel de goede dingen gepakt en ben ik er niet heel hard in getrapt. Het zou kunnen dat ik het ben vergeten, maar René gaat dit nog veel slechter doen. Dus ik ga het even halen. Hello again. When you're ready, get started. Let's start. I'm Let's start. Ready. 3 minutes. Huh? 3 minutes. Standing at the table, make sure you're 2 minutes. 2 minutes. Wow. Are you sure it's the right thing you're putting on? Yes, I'm sure. This one. Shit, ik weet niet meer wat we hiermee moesten. Oké, omdat ik het volgens mij zo meteen zelf moet gaan opeten, heb ik expres nog wat uitjes bijgestopt. Ik kan me niet voorstellen dat dit lekker is. So you got 10 seconds left. Are you sure you got everything on? Ja, I think I'm ready. Hey. Nou, nog een eitje. Een eitje? Die hoorde er niet bij hoor. Nee. Oh nee? Er zat geen eitje op. Nou, volgens mij een soort van eiersalade, toch?
Nee, dat was wat anders. Ik weet niet wat het was. Maar ja, mayonaise, er zit ei in. Ik hoor al, het ging helemaal mis met jou. Ik heb geen idee wat ik heb gedaan. Hallo. Zo, hallo. Ladies and gentlemen, this was the dish you were supposed to remake. Maar ik heb dit goed, mij heb ik het aan de goede kant gelegd. Oh nee, ik heb die augurk ook niet. There we go. There we go with the dishes you made. Wat is dat voor een is this my dish? Wat is dat voor een kerrenramp, joh? Waar is jouw? Is that yours? Wat is dat voor een ravage? And you can say, that one looks like a child maybe. Oh, so, but it tastes so the best. It's about taste. A little more practice and you will get as good as Thomas. So I will say the winner will be you. Oh, thank you. So, I think I have a guy waiting for you in the dishwashing. He will be very thrilled that you're coming out there. Nou, Sjoepke gaat aan het werk. Sjoepkop. Employee? Ik vind het lekker. Voor mij komt er nog veel meer aan. Ik krijg een heel koningsmaaltijd. Let's go. Dit is wel goed. En zij moet alles afwassen. Dus ik ga extra veel borden pakken, extra veel vlies maken. Staat ze lekker lang in de keuken. Ik ben het lul. Thomas, I got another beer for you. Another beer. And I hope you will enjoy your victory meal. Thanks for being the competition. Thank you. Nou, To, de kop is eraf en je hebt gewonnen vandaag. Yes. Thanks dat jij zo slecht bij de smurten wilt maken. Ja, maar hallo, je kan het niet eens uitspreken. Ja, moet je nagaan om hoe het is om het te maken. We hebben nog veel meer dingen te doen. Misschien dat jij ook nog een keertje wint bij iets anders wat we hier in Denemarken gaan doen. Het is nu al mooi, maar volgens mij is nu echt het punt. Dit is te wauw. Oh, wow. Wow, die kijk nou. Het is een heel donker stukje, het is echt super eng. Ja, je kan van alles in de bosjes ritsen. Wil jij nou niks missen van deze avontuur? Abonneer dan even, like en share. Tot de volgende keer dan weer. School. Later, ciao en buona fedeci.